allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik geef altijd disclaimers, maar ik moet even. Ik ben eigenlijk ziek en ik kom net uit mijn werk. Ik zou normaal nooit een video opnemen, maar ik heb iets heel erg leuks wat ik nu wil unboxen. En unboxen kan alleen first impression op camera, dus ik moet wel nu filmen. Als mijn tanden zwart zijn, ik heb net bosbessenjam gegeten. En verder, ik zou normaal niet zo'n video opnemen, maar misschien zien jullie het niet eens, ik hoop het. Goed, het kan ook dat ik een beetje moe ben, maar ik ga gewoon lekker relaxed deze video maken. Wat het is. Ik heb een ringlamp besteld. Eigenlijk vrij impulsief. Het leek me al langer leuk, maar ik kocht het nooit omdat ik geen beautykanaal ben eigenlijk. Maar aangezien ik nu voelt aan werk en gewoon salaris heb, wilde ik gewoon heel graag een ringlamp. Puur om te zien wat ik ervan vind. En ik kan het ook retour sturen als ik het toch niks vind. Dus ik wilde het. Dus gisteren nacht, avond, 11 uur of zo, bestelde ik het op bol.com zodat het vandaag in huis was. Ruben heeft het aangenomen. Dus het is er. Niet gesponsord dus. Ook niet gekregen. En ik vroeg op Instagram in een poll of jullie het wilden zien. En ik had verwacht dat niemand het wilde zien. Maar iets van 50% wilde het wel zien. Nou, ik vind 50% die het wel wil zien eigenlijk genoeg om het... Ja, ik vind het lullig om het dan niet te doen als jullie dat leuk vinden. Dus toen dacht ik, wat nou als ik en mijn ringlamp ga unboxen. Want ik weet ook dat veel mensen dat voor Instagram zo leuk vinden. En dan meteen ook gaan vertellen waar ik nou nu mee film. Dus dan ga ik ook gewoon meteen vertellen wat voor softbox ik heb. Er staat nu dus één softbox half scheef op mijn gezicht. En dat soort dingetjes. Want dan krijg ik ook best wel vaak vragen naar. Dus vind je dat leuk? Doe een duimpje omhoog. Vind je het niet leuk? Doe ook een duimpje omhoog. En dan gaan we dit nu openmaken. Hoe alles heet, dat weet ik allemaal niet. Dus ik ga alles in de beschrijving zetten. En je zult dit vast wel in de titel zien. Deze ringlamp kost dus €129. En voor een ringlamp is dat volgens mij... Ja, je hebt ringlampen vanaf 60 geloof ik. Maar ook echt tot heel veel. Dus we gaan hem nu openmaken. Dit is hem. Hij is niet zo zwaar. En we gaan hem nu openmaken. Dit is dus het serienummer en zo. Het is echt een unboxing van iemand die er helemaal geen verstand van heeft. Altijd een struggle hoe je zeg maar het goed kan laten zien. Oh ja. Dit is zeg maar die witte doek voor de voor. Volgens mij maakt dat het wat minder hard. En volgens mij bestaat deze ringlamp echt al jaren hoor. En een infoboekje. Er zit dus inderdaad geen statief bij. Dat dacht ik al. Maar ik kan denk ik het statief van mijn softbox gebruiken. En wat is dit? Ja, ik weet dus ook niet of ik dit nu moet doorspoelen of dat jullie dit wel of niet willen zien. Dit is, ik neem aan om je camera op te bevestigen, denk ik. Dit. Dan de accu met zo'n band. Ik ben blij dat ik mijn nagels wel heb gelakt. Ik dacht het wordt echt een video van 1 minuut, maar nee. En dit is al je ringlamp. En volgens mij moet je camera hier tussen. Dat is wat ik wel zag. Maar hoe bevestig je dat dan? Oh. Oké. Ja. Het wordt geen instructievideo. Maar even dat je gewoon ziet hoe die eruit ziet en wat het resultaat is. Ik weet niet of je altijd deze witte erop moet. Oké, het enige wat ik heb gedaan is de stekker even erin gedaan. Want dit is wel een spannend moment. Power. Oh, misschien moet ik hier aan draaien. Ja. Het is heel warm licht. Oh. Kijk. Dat is geel. En dit is wit. Wat vet. Dus ik wist dat je hem kon dimmen. Maar kijk, nu draai ik de warme uit. Oh. Maar dat is toch echt top. Wow. Moet ik daar echt van huilen. Oh, kijk. Ik vind het nu al helemaal leuk. Dit is echt super fel. Kijk, het is om en om. Wit. Gaat de witte uit. Warm. Ik wist niet dat je... Hé, de camera heeft een ringetje. Die is alleen maar koud. Ik wist niet dat je dus ook gewoon daglicht effect. Wat vet. Nee, Noah, dat gaan we niet doen. Oké, ja, ik vind dat heel tof. Nou, dit is hem. Dit is gewoon hoe het moet. En dan weet ik alleen nog niet hoe dit moet. Maar wat ik wel weet is dat dit moet, dus op de standaard van mijn softbox. Ik ga jullie even laten zien hoe dat er dan nu uitziet. Ik film nu dus met mijn inzoom lens, gewoon een goede lens. Dus ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Moet ik heel ver weg gaan staan, wacht. En dit is dus de standaard. Oh, wat mooi dit. De standaard van mijn softbox van Vida XL. Ik heb er één. En hierbovenop draai je dat dan vast. En dat moet ik dan dus nu ook met die ringlamp doen. Dus in plaats van deze softbox die er nu op zit, draai ik dus die ringlamp erop. En dit is dus mijn softbox. Ik zal hem even uitdoen, dan zie je het. Kijk.
Dit is als ik hem uitzet. Dit. Wacht, ik ga eventjes mijn andere lens erop zetten. Kijk, dit is dus mijn vloglens. Hier is dus een doek voor. Alleen de lamp die erbij geleverd was, die is kapot. Dus ik heb van het weekend bij, weet ik niet meer, in Amsterdam-Zuid, een camerawinkel een nieuwe lamp gekocht. Dat is dus deze. En als ik hem dus aanzet, zie je? Is echt heel fel. Dat is dus deze. Deze was 12 nog wat. Dat is dus dit. Dat is best wel fel. Dus die gebruik ik nu. Dit is gewoon van AliExpress. Dit is de ringlamp. Het is echt een troep. En dan is dit dus de lens waar ik mijn zitvideo's mee opneem. In de beschrijving zet ik eens even hoe die heet. Dat is dus van Sony deze. Dat is dus heel erg ingezoomd. En dit is de audio. Rode microfoon. Dat is zo'n dasspeld. Oké, dan ga ik nu denk ik de softbox eraf halen. Ja, ik ga deze eraf halen en dan ga ik hem vervangen voor de ringlamp. Het eerste wat mij dus opvalt is dat hij kan zeg maar niet verder dan dit. Dus hij is best wel... Oeh, ik vind het een beetje eng. Gammel. Ja, je moet dit dus aandraaien. Ja, dan gaat hij wat meer rechtsop staan. Maar zie je, dan vliegt hij ook een beetje omhoog. Bij die softbox zat hij zeg maar hieronder vast. Dat zou ik moeten. Dus misschien is dit statief hier niet geschikt voor. Ik vind het maar een beetje eng. Het is toch niet echt super chill. Ik heb die standaard even wat lager gezet nu. Dit kan je trouwens... is zo moeilijk met één hand. Hallo amateur YouTuber. Hier heb ik zeg maar aan gedraaid. Wacht, hoe deed ik dat? Zo. Dan kon ik hem dus zo bewegen. Zodat hij dus goed op mijn... Kijk, hij draait niet verder. Dat vind ik ook alweer een beetje raar. Ik zou hem wel strakker willen doen. En dit is dus... Het kan wel, maar... Kijk. Het is echt... Het zit ook hier heel wankel. Ik vind dat wel een beetje vreemd. Wat is dit dan? Kan je dit ook nog aandraaien? Ja. Ik weet niet wat ik nu aandraai. Eigenlijk. Oké, nou dat is een beetje nog iets wat ik moet uitzoeken. Maar ik zie nu al sowieso dat hij hier niet goed zit. Dat is zeker. Oké, dan gaat hij aan. Dit is warmer dan, denk ik. Ja. Oké. Het is heel stuntelig hoor. Maar ik vind het zelf altijd wel chill als mensen ook al stuntelig zijn en... Ik bedoel, ik ben niet professioneel. Dit is nu mijn ringlamp. Maar nu zou mijn camera er dus zo tussen moeten, zeg maar. Dat moet ik nog even uitzoeken. Maar ik ga nu eerst even weer mijn andere lens erop doen. Dit is weer mijn andere lens zonder licht. Alleen daglicht. Wat trouwens wel een beetje dom is, bedenk ik me nu. Is dat ik dus nu de hele tijd zonder audio heb gefilmd. Want het is veel fijner voor jullie als jullie goed geluid horen. Ik wil zeggen dat die camera er precies doorheen komt. Ja, dat gebeurt dus nu. Maar hij hoort er toch in te zitten. Nu zit mijn camera tussen mijn ringlamp, alleen met een ander statief. Heb ik nu een ringetje. Oh, ik vind het niet zo mooi bij mezelf. Huh? Oké. Okay. Ik wil even kijken als ik dit er nog op doe. Het is wel heel fel, want ik heb nu echt een van de minst felle standen. Ja. Het lijkt wel een soort campinghut. Nu is hij wel echt gedimd, ja. Veel fijner voor... Oh, wat grappig. Nu krijg je gewoon een avondeffect, maar het is wel licht. Huh, wat leuk. Oké. Nu heb ik jullie weer door de ringlamp heen. Ah, ik snap het niet. Ik doe ook even mijn haar in een knot, hoor. Het is ook zo lelijk, die achtergrond. Grappig, het wordt dus super fel, maar niet overbelicht. Dit is het felst met die hoes ervoor. Ja, ik vind het maar eng dat alleen. Ja, ik vind ook dat ik er dan nu niet vandaag niet heel lekker uitzie. Maar je wordt er niet echt knapper van ofzo. Ik wil graag weten hoe ik mijn camera erop kan zetten. Ik denk toch hiermee. Maar dat kan niet. Misschien moet ik zeg maar dit eraf draaien. Wat gebeurt er dan? Maar dat staat echt niet in de gebruikersding. Ik kan ook een video erover opzoeken, maar ik wil dan het zelf uit. Kijk, ja. Dan denk ik dit. Zo. Denk ik, hè? Dit is wat ik denk. Zo, zo. Wat denk jij? En dan hier weer in dat gat.
zo'n erg onderkin, maar gelukkig zie ik die niet. Kijk. I'm so smart. Het kan ook dat het helemaal niet de juiste manier is, maar dat het wel kan. Ik denk dat het echt helemaal top is. Kijk. Konden jullie het zien? Kijk, zo zie je het weer anders. Ja. Maar waarom blijft hij nou zo wankel, hè? Hoe komt dat dan? Ja, dat komt echt door dit. Dat komt echt door dit. Dus dat ligt echt aan mijn statief, denk ik. Jammer dat het dan niet weer op dit statief past. En nu kan ik dus mijn camera hierop gaan zetten. Dit is het statief dat ik gebruik. Van Manfrotto, geloof ik. Manfrotto. Maar ik moet nog een groot statief kopen. Die heb ik besteld, maar het pakket was vertraagd vanwege kerst en zo. Ik heb gewoon een heel basic statief besteld. Dus dat is niet echt boeiend. Ik heb me nog niet verbaasd als mijn camera er dan maar niet op past. Want ik kan ook geen audio in mijn camera en zo. En het is allemaal Sony. Het is allemaal anders. Ja, of niet, hoe lukt het, denk ik? Net? Nou. Pas net niet. Hij past niet helemaal recht. Kan ik hem hiermee naar beneden doen? Oh ja, die camera zit nu dus vast in je statief. Maar hij zit niet helemaal recht op mijn statief. Oh, mijn batterij is nu ook nog eens leeg. Ja? Ja, en ik kan mezelf nu dus niet meer zien. Want mijn klepje zit nu. Ik vind dat dimmen wel weer op top. Ik vind het wel heel professioneel, zodat ik nu mijn camera in zo'n lamp heb zitten. Het is heel raar voor zo'n ringlamp. Ik word helemaal verblind eigenlijk door dit, maar ik kan er wel weer in kijken. Maar ik ben benieuwd wat jullie van het beeld vinden. Als ik nu hier kijk, zie ik allemaal een beetje flitsen. Maar ik heb nu dit ding er dus niet voor. Met dit ding zie ik al helemaal niks meer in het klepje. En ik vind het echt super vet dat je ook warm licht kan doen. Dat vind ik echt tof. Dus, want ik heb gehoord dat mensen vaak last hebben van dimmen. Maar dat vind ik echt geen probleem met dit. Ik zit nu recht voor mijn ringlamp. En ik zit nu recht voor mijn camera, als je snapt wat ik bedoel. Dus de camera zit niet recht in de ringlamp. Hij zit zo, omdat die body dus niet verder past. Dus dat ligt dan weer aan mijn camera, denk ik. En als je dus het staafje waar je camera op zit, zit mijn camera niet recht op het staafje, maar scheef. Omdat hij dus niet verder kan draaien. Dus dat is een dingetje, maar ik weet niet of dat erg is. Verder is dit met het witte ervoor de felste warme stand. Dat je het even kunt zien. Dit is het felste met warm en koud. Heel gek, echt oranje en blauw. Dus dit. En nu ga ik warm uitdraaien. En blauw helemaal aan. Cool. En dat is dit. Zo. En dat is met de witte doek ervoor. Dan nu nog een keer zonder witte doek. Dat gaat er trouwens wel heel makkelijk op. Oh, dat is echt wel heel heftig. Ja, ik ben benieuwd wat het verschil is. Misschien zie je nu een ringetje en met dit erbij niet. Dat denk ik. Dit is dus blauw op zijn felst. Dit is warm en koud op zijn felst. Dit is warm op zijn felst. Wow, waarvoor zou je dit gebruiken? Ik heb geen idee. Dit is de allerzachtste warme stand. Moet je nagaan. Nu heb je echt al heel goed licht. Ik ga nog even mijn normale lamp uit doen trouwens. Kijk, nu is in de rest van de kamer helemaal donker. Dus dat vind ik wel heel tof hoor. Oh, beter ook. En nu de allerlichtste blauwe stand. Dat is heel gek, als je beeld ook helemaal blauw. En nu op de allerlichtste blauw en oranje samen. Nou, ik ga hem sowieso houden. Want ik vind het alleen al super tof om op deze manier met licht te spelen. Echt heel vet. Goed, nogmaals sorry voor hoe ik eruit zag. Ik ga het echt verschrikkelijk vinden, maar ik ga het gewoon uploaden. Ik vind het goed voor jullie als jullie dit weten. Ja, het ging vooral over de ringlamp. Maar ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ook mensen die foto's willen maken of zo met de ringlamp. Ik raad hem zeker aan. Ik vind hem eigenlijk helemaal top. Ik heb er niks op aan te merken. Vond je dit nuttig? Doe zeker je duimpje omhoog. Vergeet me niet te volgen op Instagram, zodat je meer van mij ziet en weet. Want ik plaats eigenlijk normaal maar één video in de week. Dit weekend. Op zaterdag om 9 uur komt er een hele leuke mukbang. Echt een hele leuke. Dus ik hoop dat ik je dan zie. Heel erg bedankt voor het kijken. En nog een fijne dag. Doei!